De 6 verschillende Marongemeenschappen van Suriname hebben ook in Paramaribo een stille loop georganiseerd om de overledenen van de tragedie in het Matawai-gebied te gedenken. De eerste stille loop, of Chaliwaka, werd gisteren gehouden te Bronsweg. De Marongemeenschappen willen hiermee de eenheid demonstreren, omdat onder de overledenen verschillende groeperingen zaten. André Moses, lid van de groep van 6 Maronstammen, geeft aan waarom zij hebben besloten de loop ook in Paramaribo te houden. Omdat er zoveel mensen in Paramaribo wonen die deel uitmaken van de Marongemeenschappen. Daarom is het ook in Paramaribo nodig geweest om hier ook een Chaliwaka te houden. En we moeten de Chaliwaka van vandaag moeten we zien als een verlengde van dat wat in Brokopondo is gebeurd. Dus het gaat door. Moses hoopt dat de regering dit ook zal meenemen, om de heren die proberen in hun dagelijks levensbehoeften te voorzien niet te betitelen als illegale goudzoekers. Ik praat over regionale of plaatselijke goudzoekers. Want temitak plaatselijke goudzoekers na oppressief den bijgismaf den jachtgebied, per den bij kot den grong, per den bij onti, per den bijgismaf den bij roko go to kaba, kleinschalig. Nadat die epsano. En wanneer zij het kleinschalig doen en dan gebeurt zoiets, dan kun je niet zeggen, je kunt die mensen niet omdopen tot een groep van illegale goudzoekers. Het gebeurt in hun gebied. Dus ze zijn plaatselijke goudzoekers. Alles wat zij ondernemen in dat gebied, dan moeten we ze voortaan plaatselijke goudzoekers of houtkappers benoemen. En wij staan niet achter de benaming illegale goudzoekers. De groep rouwenden zal lopen vanuit Nieuw-Combe, de Zwarthovenbrugstraat en de Dr. Sofie Redmondstraat richting het plein van 10 oktober.